Mijn droom is zo lekker dat ik niet wakker wil worden. Uit alle macht probeer ik mijn ontwakend bewustzijn tegen te houden. Nog even. Alsjeblieft, schatje, ga nog even door. Het lukt niet. De werkelijkheid dringt zich genadeloos aan me op. Met een lichte schok realiseer ik me dat mijn handen tussen mijn benen zijn gegleden. Dat moet in mijn slaap zijn gebeurd. Voorzichtig til ik één ooglid op. Het is 6:50. Maarten lijkt nog in diepe rust. Zal ik het erop wagen? Ik heb het in geen tijden gedaan. Het is een buitenkans. Ik ben helemaal warm en vochtig en zie alles nog levendig voor me. Een schuldgevoel bekruipt me. Eigenlijk zou ik het mijn man moeten gunnen. Maarten zegt altijd, schat, je mag me voor 2 dingen wakker maken. Voor jou etenballen of als je zin hebt in de mijne. Hij is dol op mijn pittige gehaktballen. Net als de kinderen. Die hebben ze graag met zoete chilisaus. Maarten eet ze liever puur. Ik strik mijn hand uit om hem wakker te schudden, maar bedenk me. Vanavond bak ik gehaktballen, dat is een eerlijke ruil. Ik ga mijn kussen onder mijn hoofd vandaan en klem tussen mijn dijen zoals ik dat deed toen ik nog een meisje was. Nu de droom een stukje terugspoelen, kijken of het lukt. Ik stond achter een microfoon in een tv-studio. Ik zong Do That To Me One More Time. In een droom kan alles, ik zong zuiver, zelfs de hoge uithalen kostte me geen enkele moeite. De gouden ouwe van Captain and Tennille kreeg een nieuwe glans. Kiss Me Like You Just Did, oh baby. Nooit klonk mijn stem zo verleidelijk. De sensuele klank mist, zijn uitwerking niet. Een van de 4 stoelen voor me komt in beweging en maakt de draai waarop ik had gehoopt. Simon heeft een klap op de knop gegeven. De vrouw in het publiek zet het op een krijzen, want hij draagt alleen een zwarte slip. Een strakke zwarte slip en witte sportsokken. Mijn stem stokt in mijn keel. De plek naast hem op de duozetel is leeg. Misschien heeft hij een griep of staat hij nog bij de stomerij om Simons pak op te halen. De tv-wereld is snoeihard. The show must go on. De muziek stopt. Alles om me heen verdwijnt. Simon verrijst uit zijn stoel en loopt recht op me af. Yvonne, zegt hij met zijn volvette Volendamse tongval. Oh Yvonne, wat doe je met me? Simon, stamel ik. Zou je alsjeblieft? Ik wil vragen of hij zijn sokken kan uittrekken. Ze doen me aan Maarten denken en mijn man is de laatste die ik op dit magische moment voor me wil zien. Zijn mond smoort mijn protest. Hij trekt me naar zich toe en drukt zijn lippen eerst teder en allengs gulzig op de mijne. Even denk ik dat ik flauw ga vallen. Ik wankel en in een reflex verstevigt hij zijn greep, terwijl hij zijn mond geen moment van mijn met de mijne afhaalt. Ik geniet van de hitte van zijn huid die door mijn flinterdunne jurkje brandt. Van zijn snel kloppende hart tegen mijn borst. Ik voel hoe zijn opwinding groeit en denk dat ik het besterf als hij zijn hand zonder iets te vragen onder mijn jurk steekt om de binnenkant van mijn dijbeen te strelen. Tergend langzaam kruipen zijn vingers hoger en hoger. Nog even, dan zal hij ontdekken dat ik geen slipje draag. Kim had me dat afgeraden. Het jurkje stond volgens haar beter als je geen lelijke ondergoednaden zag. Ik had mijn dochter eerst voor gek verklaard, maar was na enig aarzelen toch overstag gegaan, waar ik nu blij om ben. Hoewel... Oh mijn god, de tampon. Ik had voor alle zekerheid eentje ingedaan. Dat leek me wel zo hygiënisch. Het angstzweet breekt me uit. Ik moet Simon afweren en snel ook, voordat hij onverhoeds in het touwtje blijft haken. Geërgerd schud ik mijn hoofd. Mijn fantasie raakt op drift. Dit ontaart in een nachtmerrie. Waarom heb ik in godsnaam een tampon in? Dat verzin je toch niet? En wat doet Kim in mijn droom? Simon en ik zouden samen het beest met 2 ruggen spelen en vrolijk elkaar spek wrijven. Die richting moest het op. In het echt zal het nooit zo ver komen. Daar heb ik me al lang bij neergelegd. Maar gun me dan op... zijn minst een kruimel van zijn goed gevulde koek. Fronsend wist ik de tampon en spoel ik voor de 2e keer een stukje terug, naar vlak voordat Simon me zoende. Intussen rij ik driftig op mijn kussen. Simons hand onder mijn jurk. Nog een keer. Ik adem zwaar. Zijn hand, mijn jurk, zijn vingers, mijn dijbeen. Een straaltje vocht, iets hoger nog. Tikje naar links, voor de kijkers thuis rechts. Een beetje eromheen, schat. Niet erop. Ja, daar. Precies, daar. Van die cirkeltjes. En dan mag je op een gegeven moment je middelvinger... Ah, je begrijpt me. Heerlijk, vooral doorgaan. Ineens hoor ik iets naast me. Maarten schraapt zijn keel. Ik verstijf. Yvonne de Graaf, kleine stoutert. Wat ben je aan het doen? Niks, zeg ik snel. Misschien iets te snel. En iets te piepend. Ik heb buikpijn. Ben ongesteld. Ik draai me op mijn rug en duw het kussen demonstratief tegen mijn buik. Zeg, ik lag net te denken. Zal ik hete gehaktballetjes maken vanavond? Hij lacht monter, slaat het dekbed open en staat op. Maarten is een ochtendmens, ik niet. Hoewel ik ook geen avondmens ben. Je kunt mij best tussen de middag treffen, maar dan kan ik nog niks garanderen. Wanneer mijn man naar de badkamer is vertrokken, doe ik nog een halfslachtige masturbatiepoging, die ik subiet staak als ik de kinderen beneden hoor. Ze hebben ruzie, natuurlijk. Een dag niet gebekvecht is een dag niet geleefd.
Nog helemaal niks, gilt Kim, waarom niet? Jesper roept iets terug wat ik niet versta. Dat hij zich een verdieping lager bevindt, staat hier los van. Sinds hij slotjes heeft, komt er meer speeksel dan tekst uit zijn mond. Mama wordt maar 1 keer 40, Jes. Wat hadden we nou afgesproken? Fijn zo'n geheugensteentje op de vroege ochtend. Nog een week, dan is het zover. Jesper heeft nog niets voorbereid, zoals gewoonlijk. Die komt vast aanzetten met een doos Belgische luxe pralines die hij op het laatste nippertje bij de Lidl heeft gekocht. Zo'n kassakoopje van €2,99. Hij zal zijn gift met zoveel charme presenteren dat hij ermee wegkomt. Op Jesper kan ik niet boos worden, al zou ik dit willen. Hij is mijn zoon, mijn eerste kind, mijn apengatje. Als ik me eenzaam voel, ga ik op Facebook naar zijn pagina om zijn albums aan te klikken. Op alle foto's kijkt hij argeloos blij de wereld in. Alsof hij zeker weet dat hem alleen maar, vind ik leuks, te wachten staan. Hij is zo'n jongen die je meteen ontwapent. Ik ben zijn moeder. Hij is mijn zoon. Amper geboren maakte hij me al dolgelukkig, zoals hij nog vele vrouwen gelukkig zal maken. Ik ben zo trots op hem, net als op Kim. Hoe suf het ook klinkt, mijn kinderen betekenen alles voor me. Ik vraag me geregeld af wie ik zou zijn als ze er niet waren. En wat er van me moet worden als ze er straks niet meer zijn. Eens zullen ze het nest verlaten, dan blijf ik alleen achter met Maarten. En daar kijk ik enigszins tegenop. Het lijkt me best erg, misschien wel erger dan 40 worden. Mona en ik maken er wel eens grappen over. Mona is mijn hartsvriendin. Kim zou zeggen BFF, dat betekent Best Friends Forever. Kim's BFF heet Mandy. Nu ik erover nadenk, is Mona mijn enige echte vriendin en daarom vanzelf mijn hartsvriendin. Maar vooruit, dat is een detail. Als Maarten me niet snapt, kan ik altijd bij Mona uithuilen. Daar gaat het om. Schat, als je die vent voor je zat bent, kom je toch lekker bij mij wonen, zegt ze dan. Worden we 2 potjes en leven nog lang en gelukkig. Ik weet niet zeker of ze dat serieus meent. Bij Mona weet je zoiets nooit. Ze is ambitieus en heel creatief, maar het heeft haar erg tegengezeten. Daarom leeft ze van een uitkering. Voorheen runnen ze een goedlopende kledingzaak met een vriendin die geen vriendin bleek te zijn. 2 jaar geleden heeft dat manwijf haar op slinkse wijze de zaak uitgewerkt. Mona was toen net 40 en raakte in 1 klap haar carrière en een vriendin kwijt. Ze zat er helemaal doorheen. Waarom kom je niet even bij ons logeren? Bood ik spontaan aan. Dat deed ze. Ze nam Victor en Rolf mee, haar 2 Perzische katten. Maarten is allergisch voor honden, katten, paarden en pijnboompitten. Rolf had dat haar fijn door en sprong altijd bij hem op schoot. Mijn schat moest elke dag antihistaminepillen slikken. Victor kon zijn plas niet goed ophouden sinds hij was gecastreerd. Die liet het overal lopen. Doet hij thuis ook altijd, zei Mona laconiek. Ik ruik het al niet eens meer. Op een gegeven moment leek Maarten ook een allergie voor Mona te ontwikkelen. Wanneer hij uit zijn werk kwam en haar op de bank aantrof, terwijl ze zat te patchworken, kreeg hij rode vlekken in zijn nek. De woonkamer stinkt naar kattenpis, mopperde hij tegen mij voor het slapen gaan. En overal slingen die lappen van haar. Hoe lang gaat dit nog duren? Gasten en vis blijven 3 dagen fris. Ze is hier al 5 weken. Het is toch fijn om te zien dat ze weer creatief bezig is. Weet je nu nog hoe ze in het begin was? Ze at nauwelijks iets, lag alleen maar in bed. Verschrikkelijk. Wel lekker rustig, vond mijn man. Heeft ze al eens aangeboden om mee te betalen aan de boodschappen? Ik schudde van nee. Mona heeft alleen een uitkering, dat weet je toch. Ik hield wijselijk mijn mond over het feit dat we naast Mona ook Victor en Rolf onderhielden. En wat een dure gasten dat waren. Ze hadden neus op voor brokjes van de Lidl en lusten alleen licht verteerbare voeding, speciaal voor Perzische katten. Mona had me het adres van de dierenspeciaalzaak gegeven. Ik ben ook met ze naar de dierenarts geweest voor een jaarlijkse prikken. Mona was die dag zo down dat ze me vergat geld mee te geven. Ik schoot de rekening voor. Wat ben je toch een schat, zei ze. Als ik weer wat ruimer in mijn geld zit, betaal ik het je terug. Toen me Mona de volgende dag vertelde dat het zo zoetjes aan tijd werd om weer naar huis te gaan, kreeg ze het te kwaad. Ik kan niet zo goed tegen huilende mensen en ging al bijna overstag. Maar Maarten keek me streng aan. Als je wordt gedwongen te kiezen tussen je man en je beste vriendin, heb je in feite geen keus. Mag ik tenminste mijn kilt afmaken? Snifte Mona. Hoe lang duurt dat nog? Vroeg Maarten. Mona zette haar leesbril op en trok de doorgestikte deken van haar schoot om hem te bestuderen. Ik denk 1 dag of 3, hooguit 4. Akkoord, zei mijn man. 4 dagen later aten we voor het laatst met z'n 5. Mona had gekookt. Vooraf kregen we bruine bonensoep met bacon en ui. Maarten en de kinderen bliefden het niet. Ik vond het zo zielig voor mijn vriendin dat ik 2 keer opschepte. Als hoofdgerecht serveerde Mona gepaneerde speklappen met aardappelpuree en bieten. Op de bieten na ging dat er bij iedereen goed in. Het grootste applaus oogste Mona met haar toetje.
Cheesecake met slagroom, verse frambozen en witte chocolade. Er werd bijna gevochten om het laatste stukje. Maarten zei dat hij nog nooit zoiets lekkers had gegeten. Ik vroeg Mona om het recept dat ze me nog altijd moet geven. Net als het geld voor de dierenarts. Na de koffie met gevulde speculaas stopten Kim, Victor en Rolf in hun reismandje. Maarten had opgezette ogen. Al die emoties, grapte hij, het wordt me te veel. Mona nam het woord. Bedankt voor alles, jullie zijn ontzettend lief voor me geweest. Jij in het bijzonder, Yvonne, ik zal het nooit vergeten. Ze stond op om de kweel te pakken. De losse naden waren netjes afgewerkt. Hij is nu van jou, zei ze terwijl ze de enorme lap in mijn armen drukte. Hij past precies over jullie bed, ik heb het opgemeten. Nu moest ik iets wegslikken. Al die weken had ze zich uitgesloofd om ons een zelfgemaakt cadeau te kunnen geven. Ik wierp Maarten een licht verwijtende blik toe. Zie je die rode en oranje vuurballen? Vroeg Mona. Mijn woede heeft zich in de kleuren vertaald. Mooi, hè? Prachtig, beaamde ik. En ik zie ook stukjes van een menselijk lichaam. Of lijkt dat maar zo? Mona glimlachte trots. Dat is het manwijf. Ik heb een foto van haar uitvergroot en op stof laten afdrukken. Daarna heb ik haar helemaal een flarden geknipt en in het patchwork verwerkt. Kijk, dit is een stuk lip. En hier zie je die knokige elleboog van haar. Het idee dat Maarten en ik voortaan onder het verknipte manwijf moesten slapen, joeg me schrik aan. Ik weet niet of ik dit kan aannemen, Mona, zei ik aarzelend. Je hebt er zo je best op gedaan? Natuurlijk wel. Op deze manier kan ik het achter me laten. En jij hebt een unieke sprei, opdat je me niet vergeet. Alsof ik jou zou vergeten, we omhelsden elkaar. Red je het straks wel, fluisterde ik in haar oor. Natuurlijk, schat, onkruid vergaat niet. Dankzij die akelige periode met het manwijf heeft onze vriendschap zich verdiept. We bellen elke dag en zien elkaar minstens 2 keer per week. Mona begrijpt mij als geen ander. We steunen elkaar door dik en dun. Zij beseft hoezeer ik opzie tegen mijn 40ste verjaardag. Ik weet zeker dat ze me zal verrassen met iets heel bijzonders. Misschien heeft ze een kilt met een afbeelding van een doorgestikte Simon gemaakt, hoewel ik betwijfel of die van maat op ons bed zou mogen liggen.